Leo, we gaan een testje doen. Ja. Zoals je ziet op het fornuis staat een pannetje met karamel erin. Ja. En we gaan spinsuiker maken. Oh, oké. Okay. Ja, dan moet je even op vuur zetten en even laten borrelen. Maar rustig aan laten smelten, ja? Ja, en we gaan suiker trekken. Dus als jij het pannetje gewoon beetpakt, ja? En dan met twee vorken... Met beide vorken in één hand. Ja? Okay. Dat je eigenlijk een soort kloppertje hebt, zeg maar. En dan ga je links en rechts draden trekken, zeg maar. Iets fijner, 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 fijner. En nu ga je over het bakpapier heen en weer. Van rechts naar links, van rechts naar links. Ja, zo. En dan sneller, hè? Sneller, sneller. Twee vorken en dan supersnel. Oh, hij begint omhoog te komen. Kijk, dat is goed, dat is goed. Oh, dat is het idee. Oh, oké. Okay. Nu snap ik het, ja. Ja? Iets meer draden trekken, Martijn. Iets meer draden trekken, ja. Supersneller. Heb je al een beetje volume, denk je? Het is nog niet zo. Oh, hij gaat eraf. Oh, hij gaat eraf. Oké. Okay. Ze komen nog... Is hij zacht of hard? Hij is zacht nu, dus ze komen nog niet los. Nou, het is niet helemaal zo fijn. Het is niet wat je bedoelt, hè? Het is wel een mooie vorm. Gewoon bij elkaar drukken, ja. Kijk, maar als het te groot is, allemaal te dik is... Ja, ik heb nu hele dikke draden hier, inderdaad. Hij had dik, ja. Hij had een dikke bol gemaakt. En dat zag er niet mooi uit. Er zit ook een beetje tanden uit en dan kan het allerlei gehemelte kapot. Dus dat moet je niet eten. Het is echt je koudje vullingen eruit, joh. Nou, wat mooi, man. Ik ga Leo voortaan de suikertrekker noemen. Als ik hem ooit nog eens tegenkom, is het suikertrekker.